laat op. 80. Ik sta hier met Anja Groenewoud. Zij is algemeen directeur van Accenture Nederland. We staan hier, je hebt net 15 leaves uitgedeeld aan samen met Prins Willem van Oranje. Maurits van Oranje. Waarom is Accenture begonnen met elektrisch rijden? Nou, we hebben een hele hoge ambitie om een duurzaam bedrijf te zijn. En duurzame mobiliteit hoort daar natuurlijk bij. En daarnaast, wij adviseren ook klanten in duurzaamheid. En ik vind het ook belangrijk om ervaring op te doen met duurzame mobiliteit. Dus dat zijn twee redenen om dit te doen. Ja. Nou ben jij, jij werkt ook nog voor je vak. Hè? Dus behalve dat je directeur bent, ben je ook adviseur. Wat is jouw terrein? Nou, mijn terrein is, ik adviseer in de olie- en energiesector en in de chemie sector. Dus utility klanten zijn onder andere mijn klanten. En ik denk dat dit voor utility klanten natuurlijk een prachtige kans is om zich te positioneren. Want elektrisch vervoer betekent duurzaamheid. Ik denk dat typisch... Is dat zo? Want als ik met kolencentrales zeg maar elektriciteit opwek, is dat dan duurzamer dan met benzine? Vincent, wat een kritische vraag. Wat een kritische vraag. Ja, ik ben blij dat u deze vraag stelt. Daar zijn veel misverstanden over. En daarom kan ik nu even zeggen dat... Ja, jij weet vast beter de statistieken dan ik. Maar ik heb altijd begrepen dat de uitstoot van een elektrische auto per saldo minder is dan de uitstoot van een benzineauto. Dus... Ja, het rendement van een elektrische motor is veel hoger dan een centrale bouwen, elektriciteit maken. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat je dan inderdaad, wat jij net vertelde aan mij, met 80 kilometer per uur van Den Haag naar Rotterdam gaat rijden. Nou, dat is één aspect daarvan. Zijn die utilities, is elektrisch rijden in de industrieën waar jij mee bezig bent, is dat een punt aan het worden? Ja. Ik denk, je hebt twee aspecten daarvan. Je hebt enerzijds voor de netbeheerders. Die moeten natuurlijk een rol spelen in het realiseren van zo'n infrastructuur. Daarnaast kunnen energieleveranciers zoals Essent en Nuon zich natuurlijk als leverancier voor elektriciteit... Gewoon business. Ja, is gewoon business, tuurlijk. Maar zijn die ook geïnteresseerd om bijvoorbeeld ook die rol op zich te nemen van al die palen? Om dat soort palen te gaan operationaliseren? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk is dat allemaal business. En daar zijn ze serieus mee bezig. Dat is echt gewoon een strategie. Het is niet zomaar een leuk opportunity. Het is echt gewoon iets wat ze zeker serieus nemen. Ze zijn er serieus mee bezig. En ik denk dat het feit dat wij als Accenture nu vandaag ook die elektrische auto's in zo'n workforce gaan inzetten. Bij onze mensen. Is wel een statement. Dat is een hele jonge generatie. Gemiddeld 28 jaar de mensen die bij ons werken. En als deze generatie bereid is om over te gaan op elektrisch vervoer. Dat zijn jullie hadden 160 vrijwilligers en 15 auto's. Ja, en moet je voorstellen, 160 vrijwilligers van mensen die altijd snelle BMW's wilden hebben. En die gaan nu in een Nissan rijden, stel je voor. Ja, kan mijn image dat aan? Ja. Ja, maar dat is... Kan ik met de klant aankomen met een familieauto in plaats van een BMW? Ja, nou, maar dat is toch fantastisch nieuws. Want ik denk dat er dus heel veel... Dat is de meest mobiele generatie. En als deze generatie bereid is om in een elektrische auto te stappen... minder flexibel te zijn... dat is, ik denk, dat fantastisch nieuws is. Ja. Je hebt er zelf net in gereden eigenlijk. Wat was jouw eerste ervaring? Nou, ik vond het een fantastische ervaring. Maar ik heb alleen gereden op een parkeerterrein. En toen had ik het botsautootje effect. Geen lawaai, grote wendbaarheid, snel optrekken. Ja. Maar jij hebt me toen uitgelegd wat er gebeurt als je van Den Haag naar Rotterdam rijdt. En je alleen maar 80 moet rijden. Of dat je je accu moet managen. Dus dat zal een compleet andere ervaring zijn. Mevrouw Groenewoud, zou u het als potentiële nieuwe auto voor u overwegen? Als de keuze daar weer is. Ik zou het overwegen, want mijn reisafstand is Wassenaar Amsterdam of Wassenaar Parijs. Maar voor de afstand Wassenaar Amsterdam vind ik het een heel goed alternatief. Dankjewel.